In alle vroegte reist Paulien elke ochtend van Assen naar Groningen om naar de speciale topsport talentschool te gaan. Daar judo't ze voordat ze de schoolbanken in moet. Ja, en erop Paulien, erop, goed zo. Ik heb dus ADHD en mijn moeder die zag daar ook iets over, van dat Kip Polling meedeed aan de Olympische Spelen. En zij heeft ook ADHD. En toen dacht mijn moeder, nou, dat lijkt ook wel een leuk sport voor Paulien. En zo ben ik er eigenlijk op gekomen. Toen ik hier op school kwam, nee, het was gewoon de bedoeling, gewoon een keer meedraaien en dan zien we het wel. Maar toen zeiden ze dat ik op gesprek mocht komen. En toen heb ik een gesprekje gehad en toen werd ik aangenomen. Ja, had ik nooit gedacht. En eerst kwam ik helemaal niet verder dan twee toernooitjes. En toen begon het bij Den Haag. Eerste keer dat ik daarheen ging. En ik won drie toernooitjes. En dat was zo gaaf. Ik wil gewoon proberen om naar de Olympische Spelen te kunnen. Inmiddels heeft Paulien al heel wat wedstrijden op haar naam staan. En mag ze zelfs mee op trainingsreis naar Japan. Ja, ik mocht zelf kiezen of ik mee wil of niet. Nou, natuurlijk ga ik mee, want het was echt super gaaf. Want daar komt het echt hierdoor vandaan. En ik ben benieuwd, zijn ze nou beter daar of niet? Krijgen ze anders judo? Maar ja, dat wil ik daaruit gaan vinden. Het lijkt me echt heel tof. Maar die reis kost niet niets. Ja, 1300 euro. En ik probeer mijn ouders te helpen. En dat doe ik met de flessenactie. Tot volgende week.